Hey, hallo. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En ik sta op dit moment te laden in Alblasserdam in Nederland. En ik ga een vracht stijgermateriaal laden. Ik sta hier op een scheepswerf. En die stijgers die gebruiken ze eigenlijk. Die bouwen ze om die boten heen om de folie eromheen te trekken en om te schilderen. En zulke soort dingen. En dat gaat eigenlijk de hele wereld over, die stijgers. Dus nu sta ik te laaien voor La Ciotat. Dat ligt net onder Toulon in Zuid-Frankrijk. Kijk, nieuwe spanbandjes. 10 centimeter, hè? 10 centimeter. Kijk mensen, een tipje. Als je hem omdraait. Hup. Als je van die bandjes, kijk, zo krijg je hem niet los. En als je hem omdraait, heb je geen mes nodig. Tipje van mij. En de jongens die hier achter me ziet, die laaien mij. Dat zijn Engelse jongens. En die doen het over de hele wereld. Die bouwen overal rond die schepen die stijgers op. Dus ja, de ene keer zitten ze in Nederland, dan weer in Spanje, dan in Duitsland. Ik had altijd een praatje met die jongens. Dus die zaten dat te vertellen. Ja, die jongens zijn ook niet zo heel veel thuis. We come a wee bit left here in line with them there. A bit too far there, mate, to be honest. You want to be in line with the other ones? Oh, she's coming in nice anyway, Dash. Hold on, I get the rubbers, please. Rubbertje voor de veiligheid. Right. Okay. Vale, lo avisa ya mismo, vale. Venada, that's you guys, isn't it? Venga, Hey. You alright, chef? Oh, nice new ones. Yeah. Oh, we better not let my boys see you with them, they'll steal them. Jongens, gaat nog regen ook. Die jongens hebben dit vaker gedaan. Dat zien jullie wel. Nou, het zit erin. Het is 12 uur. Het is trouwens dinsdag vandaag. En ja, we gaan nu rijden. Het is ruim 1200 kilometer naar La Ciotat. Dus voorlopig heb ik anderhalve dag wat te doen. Ik was er even afgegaan om te gaan tanken, maar er stonden zoveel auto's, dat ga ik niet doen. Dan ga ik wel ergens anders tanken, want dat gaat me te lang duren. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus, en ik heb nog wel diesel genoeg, dus ik kan verderop in Abai of zo tanken. Ja, net wat ik zeg, het is zonde van de tijd.
Nou, we zijn aangekomen op Hawaii en hier gaan we even tanken. Ik sta alsnog te wachten, maar goed. Het is beter denk ik als vanmiddag aan meer. En dan ga ik hier even eten en douchen en dan ga ik nog een uurtje of vier rijden denk ik. Zo jongens, 885 liter getankt. Dat moet ik even in de bordcomputer invoeren. 0, dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik op de zaak vanmorgen al gedaan. Apple vol getankt. Nee. Klaar. 4:15, dus een mooie tijd om te eten en te douchen. Hopen om een uur of 5:45 of zo weer weg. Maar goed, dat zien we wel even. Zo jongens, we zijn weer schoon. Even nog wat eten en dan gaan we verder. Kijk, ik heb nu een nummertje gekregen en ik kom ze zo vanzelf aan tafel brengen. Nou, het eten is net gebaard. Ik had een bloedje met frietjes. Lekker, ziet er goed uit. Jongens, uurtje pauze. Ik kan op 3 uur en 3 kwartier werken. Mooi. Nou mensen, al zeg ik het zelf, heel strak gelopen. 1 minuut over. Nou, ik ga nog even tv kijken en dan lekker slapen. Morgen weer een dag. Tot morgen. Goedemorgen. Het is 7:10. En we gaan maar weer verder. Zo, we hebben 4:25 gereden. Dus het was tijd voor pauze, dus ik ga even een boterhammetje smeren. We zitten nu ter hoogte van Valence en het is nu nog 250 kilometer. Nou, gelijk maar een boterhammetje en een saladetje, want... Soms is de groente natuurlijk niet altijd alles, dus dan heb ik in ieder geval de vitamine weer binnen voor vandaag. Dus dan hebben we dat vast weer gehad.
Zo, nog even een bakkie. Hebben een mooi uurtje pauze. En weer verder. Over 25 kilometer zijn we er. La Ciotat ben ik wel eens geweest. Dat heb ik ook wel eens laten zien in een film. Dat is al anderhalf jaar geleden of zo. Het is een heel apart dorpje, zeg maar. Om daar bij de haven te komen, moet je heel smal straatje door. Dus als er daar weer één auto verkeerd staat, dan ben je klaar. Dus ik ben weer benieuwd. Spannend straatje daar, zeg maar. Maar als het goed is, zeg maar, ik ben er om 4 uur. Als het goed is, staan die mensen op mij te wachten. Ze weten dat ik kom, dus we gaan het meemaken.
sleep dit gat nergens open. Nee. Het is wel veranderd, want vroeger stonden hier geparkeerde auto's. Daar hebben ze nou stoepen geplaatst. Dat is beter. Dat is in ieder geval beter. Alsnog gat nergens over, maar goed. Dit gaat wel. Heuveltje. Zo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Beste bootjes hier, jongens. Dat gaat hier nogal. Kijken of ik hier moet zijn toevallig. Nou, ik moet even bij een andere boot zijn, maar gemeld. Ik moet maar even melden bij een andere boot. Dus, nou ja, ook goed. Dat is wel leuk. En dan ga ik zien hoe ze die stijgers opbouwen. Dat is wel leuk. Hij is leeg. Ik ging sneller als laaien.
drie kwartier en geregeld. Dus dat is mooi, karretje dichtmaken en klaar. Nou, ik heb... Ik ben even 20 kilometer omhoog gereden. Dan sta ik nu bij een restaurantje. Ik moet morgen hier in de buurt bij drie klanten een pelletje ophalen. Dus ja, we gaan zo eerst eens lekker eten. Ik heb het even niet gefilmd, allemaal terug. Want ja, het was toch donker, dus dan zien jullie toch niet zo heel veel. Proost. Geen idee wat ik te eten krijg, maar het zou wel goed zijn, het smaakt prima. Goedemorgen, het is 8 uur en ik sta bij mijn eerste klant. Daar heb ik net geladen. Dus we gaan nu al naar de tweede, dus dat gaat goed. Hier heb ik één pelletje geladen. Ik heb het ook niet gefilmd, want het was allemaal nog donker vanmorgen natuurlijk, dus dat schiet allemaal niet op. Nu gaan we naar de tweede, dus 20 kilometer. En het adres ligt eigenlijk achter het circuit van Paul Ricard. Kijk jongens, waar we nu aankomen, daar heb ik gisteravond gegeten. Ik stond hier links geparkeerd. Het was natuurlijk helemaal donker, dus je kon toch niks zien. En aan de rechterkant zit het restaurantje waar we nu langs rijden. Super. C'est possible un petit peu en fond? Ok, d'accord. Nou, deze ook geladen. Nu gaan we naar de derde in Hyères. Of Hyères, hoe je het ook zegt. Dat ligt achter Toulon. Dat is 50 kilometer. Dus ja, en daarna moet ik bellen, dus dan horen we het wel weer. Hier aan de linkerkant, jongens, ligt het circuit. Maar dat is jammer, weet je. Je kan het niet zo goed zien. En er is een weg, zeg maar, erachter. Dan kan je iets meer zien, maar ik weet niet meer hoe je daar komt. Ik heb toch een foto van dat ik daar een paar jaar geleden stond. Maar ik zou zo gauw even niet weten hoe of wat. Dus dat is wel jammer.
Oh, een type wafel? Oui, 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 c'est 22 kilo. C'est le document fini, c'est mer. C'est bien fini, document. Ah, ok, parfait. Ok, merci. À la prochaine. De pelt zit erin, dat zagen jullie. Ik ga nu terug naar Avignon. Daar ga ik nog laaien. En dan nog wat bij Valence. Dus, maar goed, ik ga jullie niet verder meenemen. Ik sluit hem af. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vonden jullie het een leuke video, doe even een duimpje. En ben je nog niet geabonneerd, doe even abonneren als je dat leuk vindt. En tot de volgende keer. Hoi hoi!